Op het stationsplein in Eindhoven staat vanaf nu een kunstreservebank. De bank is een experiment van een groep kunstenaars. Ze willen ervoor zorgen dat het grote publiek meer inzicht krijgt in het grote geldsysteem. Het publiek kan bij de bank een reservemunt van 100 euro kopen. De munten zijn ontworpen door bekende kunstenaars, zoals bijvoorbeeld John Kurmeling. Over 5 jaar kan de munt worden ingewisseld voor hetzelfde bedrag plus 10% rente. Maar de munten mogen ook gehouden worden als kunstobject. De kunstreservebank staat 6 maanden in Eindhoven en is van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 12 en 5 uur.